Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van omroep Drimmelen. Iedere week brengen we u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op woensdag 22 november is de verkiezing van de Tweede Kamer. In aanloop naar deze verkiezingen deelt de gemeente Drimmelen praktische informatie over diverse onderwerpen. Deze week is dat over de kiezerspas en de machtigingen. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. U kunt de pas online aanvragen bij de gemeente waar u op 9 oktober stond ingeschreven. Online aanvragen kan tot 17 november 5 uur s middags. Ook is het mogelijk een kiezerspas aan te vragen aan de balie in het gemeentehuis. Als u 22 november niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen, kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Die persoon heet dan de gemachtigde. Die gemachtigde moet zelf ook stemrecht hebben. Iemand machtigen kan op twee manieren de stempas invullen als onderhandse volmacht of online machtigen. Ga voor meer informatie over de verkiezingen naar dremmelen.nl/verkiezingen. Comfortabel de winter door en toch een lage energierekening? Laat nu gratis onderzoek doen naar kieren en tocht in uw huis door middel van een lekcheck. En wat houdt die lekcheck in? Twee onafhankelijke vrijwilligers van de gemeente bezoeken u thuis. Voordat ze beginnen geven ze een toelichting op de werkzaamheden. Daarna wordt een Blower-door apparaat geïnstalleerd en ramen en deuren gesloten. Het apparaat simuleert een windkracht 5, waardoor tocht in uw huis voelbaar is. Samen met de vrijwilligers gaat u op kierenjacht in uw eigen huis. U zult verrast zijn. Na afloop leggen de vrijwilligers ter plaatse alle inzichten voor u vast. Het hele bezoek duurt maximaal 2,5 uur. Wilt u ook op kierenjacht? Stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar lekcheckapestaartje En na uw aanmelding ontvangt u een e-mail om een afspraak in te plannen. Deze week werd er een start gemaakt met het verduurzamen van de verlichting langs de voetbalvelden in de gemeente Drimmelen. De overstap naar LED-verlichting draagt positief bij aan het milieu, een betere belichting en een lagere energierekening voor de Drimmelense voetbalverenigingen. Dinsdag 24 oktober om 9 uur trapte de voorzitters van alle voetbalverenigingen en wethouder Harry Bakker de overstap. Naar ledverlichting af bij sportvereniging te rijden. Dit zal gevolgd worden door de Maderse boys HZ75, VV Zwaluwe en als laatste VCW. De verwachting is dat alle armaturen begin december vervangen zijn door ledverlichting. 24 oktober werd in het trefpunt. De begroting voor 2024 aan de genodigde pers bekendgemaakt. Wethouder Harry Bakker, verantwoordelijk voor het financiële beleid, blikte terug op het afgelopen jaar. De gemeente Dremmelen heeft voor het komende jaar een investering van bijna 80 miljoen begroot. Alleen voegt hij er wel aan toe afhankelijk te zijn van de plannen van de landelijke regering. Na wethouder Bakker. Sprak wethouder Simons over de plannen om het komende jaar een start te maken om 200 tot 400 woningen in zowel koop als huur voor ouderen en starters te realiseren. Op het gebied van verkeersveiligheid, zodat iedereen veilig naar school en naar zijn sportclub kan gaan, is er ook veel te doen. Wethouder Vissers gaat het komende jaar voor een energietransitie om woonwijken van het gas af te krijgen. Hij noemde het traais energiecollectief als een mooi voorbeeld. Er zijn twee locaties waar de gemeente van start wil gaan. Het gaat om de Grijze Wijk in Hoge Zwaluwe en een nieuwbouwproject in Terheide. Heide. Wethouder Bakker wil voor het komende jaar op het gebied van het sociaal domein bestaanszekerheid, waarbij iedereen mee moet kunnen doen, zeker dus ook inwoners met een beperking. Burgemeester Scholze sprak over veiligheid. Door de toename van evenementen, inwoners en toeristen is het aantal BOA's uitgebreid tot vijf. Daarnaast geeft de burgemeester aan veel aan veel ambities binnen onze gemeente te hebben. Hij voegde eraan toe alle zaken met de inwoners samen te willen doen om dit te realiseren. U wordt van harte uitgenodigd om in de sporthal Rietgors in Lage Zwaarliwe een kijkje te nemen bij de regionale wedstrijden groepsspringen A B C. Dit vindt plaats op 18 november van 9 tot 5 uur 's middags. U bent wellicht toch op het dorp in verband met de intocht van Sinterklaas die ook op deze middag zal aankomen in Lage Zwolle. Men zou het enorm leuk vinden als u een bezoek brengt aan de sporthal waar de lokale sportvereniging Hirundo deze wedstrijd voor de regio organiseert. Er doen van vereniging Hurundo vier teams mee van circa 30 sporters in de leeftijd van 9 tot ongeveer 22 jaar. Er worden in totaal ongeveer 200 tot 300 sporters uit Zeeland en Brabant verwacht, waaronder ook teams van turnvereniging uit Terreide. Waaland Festival, met dit keer als thema Moulin Rouge. Zal 17 en 18 november weer gaan plaatsvinden. Met Henny Huisman als showmaster wordt dit weer een groot spektakel. Twee dagen lang uit je dak gaan in een verwarmde feesttent. Glitter en glamour à la en rouge. Feesten, drinken en heel veel gezelligheid samen met al je vrienden. Van carnaval tot freestyle. En van Nederlandstalig tot Franse chansons. Deze unieke show. Met geheime lijn op en een sensationele openingsshow mag je niet missen. Vrijdag gaan de deuren open om 7 uur. De thema-show start om half 10 en s'nachts om 1 uur is het Wailand Festival afgelopen. Zaterdag openen de deuren om 3 uur. De thema-show barst los om 8 uur en om 1 uur is Wailand ten einde. Kaarten zijn te bestellen op de website van Wailand Festival. Op 23 oktober hield de gemeente vanwege de dijkversterking een informatieavond voor de bewoners rondom de haven in Terheide. Dit is een ingrijpend project. De haven van Terheide verandert van uiterlijk door het plaatsen van een keermuur. Ook voldoet de inrichting van de omgeving van de jachthaven niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente gaat nu de aansluitende inrichting van de omgeving verbeteren. En maakte hiervoor twee ontwerpen. Op deze avond werd, soms zelfs heftig, gereageerd op de gepresenteerde ontwerpen. In november worden de reacties uitgewerkt, en in december volgt de keuze voor één van de twee plannen. Als u vragen hebt over het project, kunt u contact opnemen met projectleider Wim Kapitein via openbarewerken. Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!